naar de buitenwereld lijkt het misschien zo dat wij een vrij geordend volkje zijn. De combinatie waarom een Stien bijvoorbeeld misschien hier zou kunnen aarden in de bevolking. Misschien dat haar toch ongedwongen stijl, een beetje wars van hiërarchie en dergelijke. Ja, dat is die staphorster heeft dat ook een beetje. Vrijgevochten is een zwaar beladen woord. Men redt zich gauw zelf. Loopt niet gewoon naar een loketje toe van de overheid van kan dat even geregeld worden voor mij of wat ook maar. Dat is een bepaald onafhankelijkheidsgevoel. Van de andere kant, de bewondering voor haar was wel dat ze er alleen voor knokte, dat ze haar dochter opvoedde, dat ze haar eigen boontjes dopte. En ik denk dat ze daardoor wel paste hier in die levenswijze. Want daar houden we wel van, ja. Stien werkte voor haar geld. En dat vond ze ook. Stien was helemaal niet een juffrouw die daar maar eventjes een huis had en daar maar mooie sier maakte. Nee, ze moest hard werken voor de geld. En dat liet ze ook merken ook. En dat werd dus door die stappers ook gewaardeerd. Een stapperswerkje. Kom. Ja, dat was echt mooi. Jenny. Ja. Stine, wat komt je vaak bij ons in Veldhuur? Al want trouw hem in waan. Nou, en dan zit hij dus middags rondom me te brood eten. En hem was tien, hè. Ja. Ja, we zijn altijd bij iemand zo tien. Dus, ja, laat het schuld dat als je het niet kennen kunt.